Ja. Zullen we Amaila de kans geven om die brief voor te lezen? Ik vind dat een uitstekend idee. Ja. Amaila, ben je er klaar voor? Ja. Oké, dan ga je gang. Beste koning en koningin. Tussen haakjes, ik wilde eerst lieve schrijven. Maar zo goed ken ik u ook weer niet. Nou ja, ik heb het nu toch gezegd. Maar wel tussen haakjes. Ik zag u op tv in een theater. En u zei dat u cultuur heel belangrijk vindt. Daar wil ik u voor bedanken, want dat vind ik namelijk ook. Er zijn grote mensen en kinderen die cultuur een deftig woord vinden. Natuurlijk is dat niet zo. Want op school tekenen en schilderen we best vaak. Spelen toneel, zingen en dansen. En kijken soms een film. Dat is toch hartstikke cultuur. Heel af en toe gaan we naar een theater, een muziekuitvoering of een museum. Dat zou ik best wat meer willen. Maar dat kan onze school niet betalen. Toch krijg ik door alle dingen die we op school en daarbuiten doen, er steeds meer zin in. Dus ik weet zeker dat ik naar het theater of museum wil blijven gaan, ook als ik van school af ben. Ik wil u vragen of u ervoor kunt zorgen dat ik dit ook echt kan. Niet alleen nu, maar ook later. Natuurlijk weet ik dat u niet zomaar alles kunt regelen. Maar het helpt wel als u goede dingen zegt over cultuur. Wilt u dat alstublieft vaker doen? Veel groeten aan Amaila en alle kinderen uit Nederland. Nou, Amaila. Dat zou ik niet zo goed kunnen, hoor. En je wilde de koning dus wat vragen, maar je wilde de koning ook bedanken. En misschien is het een idee, meneer Vriends ook, om iedereen die geniet van cultuur en of werkzaam is in de cultuur, te vragen om de koning een brief te sturen om de koning te bedanken. Is dat een goed idee, Amaila? Ja. Heel goed. Amaila, zullen we het adres dan van de koning geven? Weet jij die? Nee, dat weet ik niet. Die weet ik goed. Paleis Noordeinde, postbus 30412, 2500 GK in Den Haag. Dan krijgt de koning misschien wel duizenden brieven. En dat zou een mooi symbool zijn. Ja? Ja. Dank je wel voor het voorlezen. Hè?